Bij landsteden werken met landschappen. In een landschap kun je jezelf oriënteren op beroep en werkveld. Je kunt je verbreden, verdiepen en op verschillende niveaus leren. Jij neemt jouw tools mee, of dat nu je handen, je passie vanuit je hart of je denkvermogen is. Jij staat aan het begin van je carrière bij landsteden. Het is geen traditionele school, maar steeds meer een loopbaan- en ontwikkelcentrum. Je leert zowel op school als bij bedrijven. Beroepen veranderen, nieuwe beroepen ontstaan en andere verdwijnen. Je wordt dus voorbereid op een leven lang leren. Landsteden gaat jou leren hoe jij je talenten kunt gebruiken. Heb je de brochures gecheckt? Heb je de website gecheckt? Check! Je begint bij landsteden met een plaatsingsgesprek. Wat wil je worden? Waarom deze opleiding? Dat zijn belangrijke vragen. Maar ook, waar sta je over een aantal jaar? Nou, daar word je voorbereid en daarom hebben wij zo'n gesprek. Daarna teken je een contract. In het startprogramma leer je eigenlijk vanaf het eerste moment al voor je beroep. Misschien heb je nog niet zo'n duidelijk beeld van dat beroep. Je gaat het werkveld onderzoeken en ontmoet mensen die vertellen over hun liefde voor het vak. Maar ook hoor je welke problemen er zijn. Dit is werken aan het beroepsbeeld. Tegelijkertijd leer je in het startprogramma hoe je bij landsteden kunt leren. Dit is werk aan je opleidingsbeeld. Wat is belangrijk voor mij? Waar wil ik zijn? En hoe wil ik mij verder ontwikkelen? Dit is werken aan je zelfbeeld. In het startprogramma ga je op allerlei manieren aan de slag met het beroep. Of dat nou op kantoor is, of je in de zorg gaat werken, je wordt kapper of bij de politie gaat. Misschien word je wel entertainer. Samen met jou maken we een plan van aanpak, een individueel leerplan, ILP. In het ILP staat wat jij en op welke manier gaat doen in de periode van een aantal weken. Leren, ontdekken, verkennen, ervaren, ontwikkelen. Jouw loopbaan is dus het uitgangspunt. Tijdens jouw studie moet jij nadenken over wat jij wil en wat bij jou past. Hoe kom je erachter wat je allemaal kunt leren en vooral, wat is er belangrijk voor jou om te leren? Daarvoor krijg je bij landsteden een coach. De coach helpt je bij jouw ontwikkeling en het maken van plannen en keuzes voor jouw leerloopbaan. Hij helpt je in het begeleiden van je ontwikkeling, samen overzicht te houden en je uit te dagen. En dat voor de hele periode van je leerloopbaan. Op een gegeven moment wist ik het echt niet meer. Dat klopt, je liep vast met het reserveringssysteem. En toen hebben wij contact opgenomen met de school. Ja, en dat was voor ons heel fijn, want toen konden we Mike verder helpen op school. Hé Mike? En door die samenwerking kon ik verder. Iedereen is anders en heeft daarom ook een ander leerplan met eigen opdrachten. Dit noem je leerwerkprestaties. Hallo, ik ben Shirley, ik ben 21 jaar en ik doe de opleiding evenementenorganisatie. Op dit moment zit ik in mijn laatste jaar en ik was op zoek naar een afstudeerstage dat echt een uitdaging voor mij zou zijn. Toen ben ik met mijn coach gaan zitten en zij heeft mij aangeraden om mee te doen aan het project Students on Stage. Op dit moment mag ik dus een geheel eigen productie gaan maken van A tot Z en daar heb ik dus heel erg veel zin in. Nou, hallo, ik ben Kirsten Leuningen, ik ben 20 jaar en ik doe ook de opleiding evenementenorganisatie. Hoi, ik ben Femke Gorter, ik doe de opleiding evenementenorganisatie en ik ben 21 jaar. Van onze coach kregen wij de opdracht Big Events. Deze opdracht doe ik samen met Femke. Dat is dat je een eigen evenement verzint en die van top tot teen helemaal gaat organiseren. Omdat ik moeite had met het marketing- en communicatiegedeelte, heb ik met mijn coach overlegd dat ik dat hele gedeelte ga oppakken. Ik had zelf moeite met conceptontwikkeling en daardoor ben ik met mijn coach op zoek geweest naar een opdracht. Wat daar heel goed bij past. Ik ben benieuwd wat jij zou doen. Ja, en ik ook wel. Ik ben Danny Hassenvoort, ik ben 17 jaar. Ik doe vooral werkzaamheden gericht op financiële zaken. Inkoop, verkoop, bankboekingen, kasboekingen. En als er spelers langskomen met vragen over financiële kwesties, dan beantwoord ik die en schakel ik mijn collega's desnoods in. We leren je namelijk werken in de praktijk
kennis en vaardigheden. Naast het leren voor een beroep ben je ook burger in de Nederlandse samenleving. Nou, en daarom werk je tijdens je opleiding ook aan dit burgerschap. Om een goede burger te zijn moet je oefenen. Nou ja, dat moet je natuurlijk ook met taal en rekenen. Maar ja, sommige studenten hebben ook wat moeite met taal en rekenen. En dat kan aan allerlei dingen liggen. Landsteden gelooft niet in een stempel, maar in maatwerk voor iedereen. Voor je gemak is alles terug te vinden in ETO, het digitale programma van Landsteden. Alles voor je leerproces staat erin. En je kunt ook contact opnemen met je coach of een medestudent. Makkelijk voor jou. Je hebt geleerd, hebt gewerkt. Dan moet je wel kijken hoe het staat met je vakkennis, vakvaardigheid, teamroutine en zelfredzaamheid. Dat doe je door je proef van bekwaamheid af te leggen. Bij deze vorm van beoordelen wordt gekeken of je iets kunt en weet waarom. Voldoe je aan alle eisen? Hard gewerkt? Klaar voor de proeven? Voldoe je aan alle eisen van de opleiding? Dan krijg jij je mbo-diploma. Je bouwt een portfolio op. Dit bestaat uit je administratie, je werkplaats en je kluis. Wat heb je gedaan? Wat kun je bewijzen wat je allemaal bereikt hebt tijdens je studie? Alles is natuurlijk digitaal om mee te nemen. Daarna krijg jij je diploma. Je hebt alles goed gedaan en je kan verder met de rest van je leven. Is dat studeren of werken? Wij horen het graag. Klaar voor vertrek naar de rest van jouw leven.